Bewoners Weeshof niet blij met nieuwbouwplannen winkelcentrum. Centrummanager Wiegen stapt op en het is dierendag. Maar besteden we hier nog wel aandacht aan? Dit is het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 4 oktober. Het zal je maar gebeuren. Het lokale winkelcentrum in de wijk brandt af. Jarenlang kijk je aan tegen een armoedig krot. En als er dan eindelijk nieuwe plannen komen voor de locatie, blijkt dat er een immense woontoren tussen alle laagbouw komt te staan. Dat overkomt de bewoners van de Weeshof in Nijmegen. In 2017 brandde het voormalig winkelcentrum in de Weeshof compleet af. Rijp voor de sloop. Tot op de dag van vandaag staat het oude pand er nog, maar daar gaat verandering in komen. Vastgoedmagnaat Ton Hendricks presenteerde eind vorig jaar de nieuwe plannen voor de locatie. Een winkelcentrum met appartementen dat op zijn hoogste punt 38 meter is. En dat midden in alle laagbouw van de wijk. Pal tegenover het enige andere hoogbouwpand dat er staat. En nu zijn uitzicht dreigt kwijt te raken. Bewoners hebben heliumballonnen opgehangen om de hoogte van het nieuwe pand te illustreren. Ze zijn niet te spreken over de plannen. Ja, als je het aan die kant hebt, dan heb je het over een hoogte van 38 meter. Nou, kijk naar de hippe hoogbouw aan de overkant. Ja, die zijn hun hele uitzicht kwijt. Aan de andere kant heb je het over 16 meter aan laagbouwwoningen. Dus ja, het is wat dat dan gaat. En de afmeting ook. Als je de grootte ziet, het is enorm wat gepland is. Hè? Het is niet wat er uitgevoerd wordt, maar wat er gepland is. Ja. Meneer Peters, u woont daar in die flat? Dat klopt, ja. Tot nu toe prachtig. Ondanks het uitzicht natuurlijk van het winkelcentrum, want dat ziet er niet erg uit. Nee, maar wat er komt, daar bent u nog meer beducht voor. Ja, en ik niet alleen. Hè. Eigenlijk heel veel inwoners van de Weeshof. Kijk, iedereen die wil dat er gebouwd wordt. En dat is het probleem ook niet. Maar de manier wat er gebouwd wordt en hoe het gebracht werd, ja, dat overvalt ons weer. Niet alleen over de plannen, maar ook over het contact met de gemeente zijn de buurtbewoners niet te spreken. Ze voelen zich niet of te weinig gehoord. En vinden dat de gemeente hen veel meer in de plannen had moeten betrekken. Dat was wel de bedoeling, maar ja, dat is bij de gemeente Nijmegen is dat al wel vaker misgegaan. Ik kan me twee prachtige plannen voorstellen of nog voor de geest halen, waar ook de burgerparticipatie totaal op nul is uitgedraaid. Ja. En dat is hier, nou, nul zal ik niet zeggen, maar misschien op 5 van de 100. Ja. Vanavond worden die bestemmingsplannen gepresenteerd. Normaal heb je daar 6 weken de tijd voor om te reageren. Wij krijgen maar 4 weken. En zo gaat het elke keer. Wij moeten zelf achter alles aan de plannen. Terwijl het beloofd is dat wij constant op de hoogte gehouden worden. Welke ideeën had u dan? Hoe hoog zouden die ballonnen dan hangen? Wij hebben als idee, als je de Lidl vooraf sloopt, want de huidige plannen voorzien erin dat de Lidl blijft staan tijdens de bouw. Als je die vooraf sloopt, kun je het hele gebouw draaien en dan hoef je niet zo hoog. En dan krijg je een hele andere indeling van de plattegrond hier. De bewoners laten het er niet bij zitten en zullen vervolgstappen nemen. Ja, dan maar naar de Raad van State, of niet? Dat zit er wel in. Nu ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Dus we gaan als belangenvereniging, en we hebben ook bewoners opgeroepen om een zienswijze in te dienen. Dus een bezwaar kenbaar te maken. Nou ja, goed, dan moet de gemeenteraad een besluit nemen. Dus daar is het op wachten. En ja, mocht dat op geen enkele manier aangepast of veranderd worden, ja, dan is de gang naar de Raad van State is aanstaande. Ja. Het is de week tegen eenzaamheid. De welzijnsorganisatie Meer voor Mekaar zet zich daarom deze week extra in met verschillende activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan. Maandag organiseerde de Nijmeegse organisatie in de Mozaïek in Wiegen speeddates. Nou, deze week is om mensen te ondersteunen om elkaar te ontmoeten. Dat is een landelijke week en vanuit de gemeente Wiegen doen we daar van harte aan mee. Eenzaamheid, dat is een gevoel dat je even niemand hebt. En volgens mij kent iedereen dat gevoel wel. Je kunt soms in een hele grote groep zijn en je toch heel eenzaam voelen omdat je er niet bij hoort. En wij willen graag mensen laten zien dat je altijd ergens wel een connectie hebt met iemand. Mensen die het speeddate bezoeken zijn op zoek naar nieuwe contacten. Maar waar zijn ze precies naar op zoek? Omdat mijn fietsvriendin pas is overleden en ik wil nog iemand erbij hebben, maar moet wel klikken.
Het liefst een jonge iemand om mee uit te gaan. Nou, onze intentie is, en dat is vorig jaar hebben we voor het eerst zo fanatiek en zo'n grote week opgezet, dat de mensen daarna juist met elkaar verbinding hebben. En dat is ook de bedoeling. De bedoeling is dat deze week een soort van start is, dat mensen onderling meer verbinding krijgen met elkaar. Eenzaamheid heeft met verschillende factoren te maken. Het komt in alle generaties voor. Vandaar dat deze week tegen eenzaamheid bestaat. Ja, niet veel, dat ik niet veel kan doen. Doordat ik in een rolstoel zit. Het is goed voor de mensen die echt eenzaam zijn. Maar je moet er zelf ook iets aan doen, wil je niet eenzaam zijn. En dat is ook wat wij proberen te doen. Daarom hebben we hier ook de verbindingstafel zitten. Die proberen ook mensen daarin te ondersteunen om met elkaar de connectie daarna te houden. Want niet voor iedereen is het even eenvoudig om daarna zelf het contact met elkaar te houden. Dat ze dat toch heel spannend vinden. Gemeente Overbetuwe biedt horeca en sportverenigingen met een terras subsidie aan voor de aanschaf van duurzame terraskussens. Bij verwarmde terraskussens wordt flink wat energie bespaard ten opzichte van bijvoorbeeld heaters, doordat er geen warmte verloren gaat aan de buitenlucht. Daarnaast geven de kussens alleen warmte als er iemand op zit. In totaal wordt er €15.000 beschikbaar gesteld, met een maximum van €1.250 per aanvraag. Yvette Akkerman stopt per 1 januari als centrummanager van Wiegen. Ze zette zich de afgelopen 6 jaar in voor het centrum, waarvan de laatste 3 jaar als centrummanager. Akkermans geeft aan dat ze naast het zijn van centrummanager ook nog een andere baan heeft. Hierdoor heeft ze niet alle tijd en aandacht voor het centrum van Wiegen, terwijl ze vindt dat dat wel zou moeten in haar positie. Akkermans heeft haar besluit afgelopen weekend medegedeeld aan het stichtingsbestuur Centrummanagement Wiegen. Zij laten weten dat ze haar keuze respecteren, maar het wel bijzonder jammer vinden. Door de hoge energiekosten gaan mensen op zoek naar goedkopere oplossingen om aankomende winter er toch warm bij te zitten. En dat er aan die oplossingen veel gevaren kunnen zitten is niet bij iedereen bekend. Zo ondervond Nathalie, die wou besparen op gas met een bloempotkacheltje. Totdat het misging en dat leidde tot brand. Ja, nee, hij is goed verbrand en we hebben hem meteen buiten gegooid, maar hij is ook van de hitte geknapt ook zelfs. Om zo min mogelijk gas te verbruiken zocht Nathalie naar andere methodes om haar huis te verwarmen. Net als veel anderen besloot ze een terracotta pot boven wat vaccinelichtjes te gebruiken. Normaal had ik er 4 kaarsjes in en het was nu wat kouder, dus ik had er nu 6 kaarsjes in gedaan. En dat gaf inderdaad een heel aangename warmte, maar op een gegeven moment waren we even naar de keuken, kwamen we weer binnen en stond dat hele ding in de hens. En de vlammen lekten eruit en we waren eigenlijk nog net op tijd om het met handdoeken buiten te gooien en erger te voorkomen. Het was niet de eerste keer dat Nathalie deze methode gebruikte. Maar na deze bijna brand wil ze andere mensen waarschuwen voor de gevaren. Het is net als dat je er bij een kaars ook niet echt van uitgaat dat die omvalt. Maar op het moment dat dat wel zo is, ja, dan ben je daarna denk ik ook voorzichtiger met het aansteken van kaarsen. Zelf zal ze deze methode in elk geval niet meer gebruiken. Ik denk dat ik nu toch wel liever andere manieren zoek. Warme sloffen en een warmtekussentje op elektra in mijn rug. Dat ik denk dat we op zich het ook wel doet. En tot slot, het was vandaag natuurlijk weer Dierendag. De uitgelezen dag om je huisdier weer even extra in het zonnetje te zetten. Maar doen we hier eigenlijk nog wel iets aan? En wat merken de dierenwinkels daar eigenlijk van? Speciaal voor vandaag gingen we langs bij onze RN7-collega Peter Nillissen, die naast presentator ook een eigen dierenwinkel heeft. Ik wil een kip en een paard en een koe. Een kip en een paard en een koe. Als je 10 jaar terugkijkt, toen de economie er goed draaide, zeg maar, draaiden we 3 keer de omzet van een normale dinsdag, bijvoorbeeld op een dierendag. En nu is dat ongeveer het dubbele, denk ik. Maar goed, we staan er ook bij stil. Als je rondom in de winkel kijkt, zie je allemaal aanbiedingen. Mensen komen echt daar wel op af. Natuurlijk is Dierendag het moment om je huisdier eens iets speciaals te geven. Een speciale dingetjes, die heeft Peter wel. Nou ja, speciale dingetjes. Ik heb hier bijvoorbeeld een hertenpoot. Dat kennen mensen niet. Dat is 1 plus 1 vandaag. Dus mensen denken, hey, ik koop een lekkere hertenpoot erbij. Wat we ook hebben, is natuurlijk heel mooi, is een lamspoot. Ook dat kennen mensen niet, maar is ontzettend lekker. En die is vandaag ook 1 plus 1. Dus vandaar dat mensen erop afkomen natuurlijk. Kijk eens wat ik hier heb. Een heel mooi taartje. Echt voor de hond. We hebben heel veel dingen juist voor de hond, want dat is natuurlijk de grootste klanditie. Maar een taartje gaat er eigenlijk altijd in. Ik zou bijna tegen jullie willen zeggen, willen jullie een stukje? Maar ik denk het niet, hè? Maar dat is een hype. Dierendag wordt veel verkocht.
En als je je afvraagt, wat hebben hier aan de hand? Dat is natuurlijk helemaal geweldig, want dat is ons nieuwe huisdier. Het heeft nog geen naam, dus als mensen denken van, hey, we mogen dat beestje een naam geven. Het is een nieuwe chameleon. Het is nou een maandje of 3 oud, denk ik. En dat is ons nieuwe huisdiertje. Verkopen en ook, die ook? Die verkopen we niet. Nee, want die is van onszelf. Dat is mijn vriendinnetje hiervoor in de winkel. Een huisdier is leuk, maar over de aanschaf ervan moet je wel altijd goed nadenken. Nou, ik denk, voordat je aan een huisdier begint, moet je eerst kunnen kijken, zeker in deze moeilijke tijd, of je het wel kunt betalen. Want mensen schaffen heel vaak een huisdier aan, een hond of een kat, maar hebben de financiën niet. Dat komt heel vaak voor. Je merkt ook echt als het de 20e van de maand is, dat de mensen de eerste week geld hebben om voedsel te kopen voor de dieren. En de rest van de 3 weken zie je ze niet terug in de winkel, want dan hebben ze geen geld om spulletjes te kopen. Dat gebeurt heel veel. Dus het belangrijkste is, zorg goed voor je dieren, maar begin pas aan huisdieren als je voldoende geld hebt. Tot slot is het natuurlijk tijd om te kijken of Peters lekkernijen ook echt in de smaak vallen. Nou, dat zit wel goed. Het was vandaag genieten, een heerlijke herfstdag met veel ruimte voor de zon en temperaturen van 19 graden. Veel mensen zochten dan ook even nog het terrasje op, zoals je hier op deze foto kan zien. Ja, morgen helaas is wat minder fraai dan vandaag. Vooral de wind speelt dan parten. De dag begint met wolken en wat zon, maar later op de dag wordt het bewolkter. En vanuit het westen kan er dan ook eventjes wat regen gaan vallen, voornamelijk in het westen. De wind neemt morgen toe met kans op zware windstoten aan de kust en langs het IJsselmeer. Koud wordt het zeker niet met zo'n gemiddelde temperatuur van 18 graden. Ja, kijken we naar onze regio, dan zien we dat we morgen een mix van wolken en zon hebben. Later heeft de bewolking wel de overhand. Ook bij ons in de regio waait het morgen flink en er is een kans op wat windstoten. Ondanks het onstuimige weer loopt de temperatuur morgen toch op naar zo'n 20 tot 21 graden. De rest van de week blijft het rustig herfstweer met wolken en zon die elkaar afwisselen. De temperaturen tussen de 15 en 17 graden. Pas na vrijdag neemt de kans op regen toe. Tot zover het RN7 Regio Nieuws voor vandaag. Houd voor het laatste nieuws onze website in de gaten en download de RN7 app. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan.